Een goedemiddag allemaal en welkom in het Olympic Summerhem Stadium voor deze Champions League finale 2021 bij de U8. De spelers groeten elkaar nog snel even voor ze aan de wedstrijd zullen beginnen. Het is een uitverkocht stadion met 80.000 uitzinnige supporters die klaar zijn om deze jonge talenten het beste van zichzelf te zien geven in deze wedstrijd. Het is een droomfinale tussen twee ploegen die er hard voor hebben gestreden om hier te kunnen geraken. Maar er kan slechts één winnaar zijn. Laten we even kijken naar de opstelling voor vandaag. Het team U8-1 onder leiding van Thomas van Gaal schakelde in de halve finale het Tottenham van Mourinho uit. Vandaag kiest Thomas van Gaal voor het scorend vermogen van Jeff Haaland, de creativiteit van Lander Ibrahimovic op links en Arnaud Mbappé op rechts. Cyril Mertens moet de deur dicht houden achteraan en Sibe Messi moet het doel proberen proper te houden. Team U8-2 onder leiding van Bjorn Guardiola schakelde Real Madrid met al zijn sterren uit in de halve finale. Vandaag kiest Bjorn Guardiola voor zijn spits Lander Hazard. Op links Emile Lukaku en Bruno Ronaldo op rechts. Achteraan moet Sen Ramos de deur dicht houden en Mats Courtois zal hem daarbij assisteren. We zijn begonnen aan de wedstrijd. Lander probeert de bal, gaat buiten. Er staat een kleine discussie met de scheidsrechter. Scheidsrechter komt terug op de beslissing. Witbal. Rune is het daar duidelijk niet eens mee. Lander kijkt, ziet de vrije man, ziet Cyril. Cyril, mooie beweging van Cyril. Achteraan zoekt de opening op links. Arnaud speelt de bal terug. Ze zijn duidelijk op zoek naar de openingen. Bal terug naar Arnaud. Arnaud speelt terug. Emile zit ertussen tussen de bal. Kunnen ze hier een tegenaanval lanceren? De snelheid van Emile Lukaku. Cyril stopt hem perfect af. Arnaud Mbappé ontzettend door Mats. Cyril pikt de bal op. Lander probeert te storen. Lander Ibrahimovic speelt terug op Cyril. Cyril zoekt de opening, kan die niet vinden, schijnbeweging, Lander op het verkeerde been, toch naar links, naar Arnaud, Arnaud tot bij Jeff, Jeff net te kort probeert Rune te passeren, Rune kan hier zijn snelheid gebruiken op de flank, raast één speler voorbij, Cyril voorbij, kan recht op doel afgaan, een afwerking, oei 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 oei, wat een kans, Cyril. Vindt Jeff op de flank. Jeff gaat richting Sen. Sen er net niet tussen. Rune. Arnaud kan de bal recupereren. Rune met ik zet toe. Dubbele dekking door Lander. Gaat achteruit. Safe pass. Cyril zoekt een nieuwe opening. Cyril gaat Emile voorbij. Komt tot bij Lander terecht. Cyril diepe bal richting nergens. Sen kan oppikken. Jeff in duel. Jeff kan de bal recupereren. Zit daar iets in? Zit daar iets in? Bal breed op Arnaud. De actie is iets gepasseerd. Terug tot bij Jeff. Jeff kan uithalen. Mats redding. Sen probeert uit te voetballen in de voeten van Arnaud. Dan toch maar gewoon ontzetten. Bal buiten. Rune. Rune kan inzetten. Scheidsrechter vraagt de bal op de lijn te leggen. Rune had het niet gezien. Tweede poging. Rune kijkt. Zoekt de vrije man. Sen staat te zwaaien. Mats in doel. Sen probeert vrij te spelen. Jeff dacht daartussen te kunnen gaan. Toch achteruit. Rune kiest voor de paas richting Sen. Sen stuurt Rune vooruit op de flank. Sen gaat Jeff proberen passeren. Speelt diep in op Lander. Lander goede controle. Breed. Ah, kan net niet draaien. Cyril zit er goed tussen. Emir kan de bal recupereren. Wat gebeurt er nu? Rune kan oppikken. Mooie beweging naar binnen. Uithalen en doelpunt. Rune. Prachtig doelpunt van Rune Ronaldo. Thomas van Gaal met de aanwijzingen voor Lander. Niet tevreden blijkbaar over de wedstrijd. Lander gaat op. Bal richting Rune. Rune kan de bal pikken. Een mooie beweging bij Lander. Gaat diep op snelheid. Drie man, drie dubbele dekking. Bal tot bij Lander. Lander probeerde terug diep een mooie 1-2 op te zetten. Mooi gecupereerd. Bal richting Cyril. Cyril kan een mooie actie. Draai terug. Bal draait terug van Cyril. Mats zit ertussen. Mats gaat de snelheid, op snelheid een nieuwe aanval aanzetten. Dribbelvaardig zoals hij is. Nogmaals, oei oei, wat gebeurt daar? Mats terug naar binnen, kan uithalen. Man uithalen, bal, oeh, bal voorlangs. Wat een kans, zeg daar. Mats op de bal, de lijn. Bal, Cyril kan ingeven. Binnen met de bal. Probeert diep te spelen, Lander kan de bal recupereren. Mooi uitgevoetbald, tot op links voor Rune Ronaldo. Rune kijkt het rustig, geeft een diepe paal terug. Ah, daar zit Sibe tussen. Sibe Messi.
speelt de bal breed in twee tijden richting Cyril. Cyril probeert een voorzet. Cyril, Messi kon net de bal niet bereiken. Sen speelt de bal toch wel risicovol in. Naar zijn verdediger Rune. Siebe zit ertussen. Rune kan gelukkig terug oppikken. Rune met een mooie actie. Twee man in de wind. Hup, nogmaals. En loopt zich vast. Mats kan de bal oppikken, maar speelt hem in de voeten van Cyril. Nieuwe poging. We hebben Jeff. Jeff kan op doel aangaan. Mats geeft niet af. Speelt de bal in. Dan onstuimig in op Siebe. Siebe in twee tijden. Eerste keer niks. Bal op Jeff. Wat kan Jeff nu doen? Twee. Nee. Mats recupereert zijn eigen foutje. Zet een nieuwe actie op. In de voeten van Arnaud. Siebe. Arnaud kan de bal recupereren. Rune heeft de bal onder druk gezet door Siebe. Mooie beweging achter het steunbeen. Drie dubbel. Dat is net iets te veel voor Rune. Mats to the rescue. Bal diep. Cyril zit er net tussen. Mats kon net Emile Lukaku niet lanceren. Lander goed tussen de bal. Goed gerecupereerd. Bal tot bij Emile. Emile probeert door Lander te lopen. Siebe Messi, slechte controle. Zijn we niet gewoon van hem. Lander voor de corner. Siebe organiseert de ploeg. Kijken, bal tot bij Siebe Messi. Schot uithalen, voorlangs. Mooie poging. Lander kijkt. Probeert Lukaku te bereiken daar centraal. Lukte niet. Lander, mooie beweging naar binnen. Bal centraal ingespeeld. Mooi, net niet Siebe. Bal tot bij Rune. Rune kan de actie opzetten. Ja, mooi tussen twee man. Zit daar meer in. Op de flank. Goeie voorzet. Nee, schot op doel. Nee, buiten Cyril gerekend. Prachtige redding. Net te kort. Ik ben maar iets proberen met de camera. We zien daar in de verte volgens mij Lander. Emiel kan uithalen. Oh, net niet Cyril. Geen probleem, zegt Cyril. Cyril organiseert de ploeg. Kijkt wat hij kan doen. Zoekt de opening als keeper. Speelt diep tussendoor. Dan hebben we hier Arnaud in twee tijden. Sen in twee tijden goed gekiept. Corner. Lander gaat zich op voor de corner te nemen. Siebe biedt zich terug zeer goed aan. Goede controle. Zoekt de vrije man. Vindt Arnaud. Arnaud vindt Jeff. Jeff kan doorlopen en uithalen. Net niet terug. Sen goed gekiept. Samen met Rune. In de verdediging. Rune kan de nieuwe tegenaanval opzetten. Ze zet de bal naar binnen. Zoekt de twee man. Bal is te ver van de voet. Maar goed, komt er toch door. Kan hij uithalen? Jawel! Rune scoort. Buiten. Jeff gaat opstaan. Thomas van Gaal met nog een paar aanwijzingen voor zijn team. Cyril aan de bal. Speelt toch wel een degelijke wedstrijd vandaag. Iets minder bal. Ik had het beter niet gezegd. Siebe, diep door. Arnaud had het zo niet begrepen. Mats kreeg net nieuwe Duracell batterijen en gaat de aftrap nemen. Mats tot bij Rune. Mooi tussen twee man door. Zoekt de vrije man. Stopt de bal. Drie man op zich. Vliegt er toch door. Tot bij Mats. Mats terug tot bij Rune. Kijkt, Jeff geeft niet af samen met Siebe. Ja, samen kunnen ze toch Rune al degelijk afstoppen, die toch wel dubbele dekking nodig heeft vandaag. Siebe, tot bij Jeff. Jeff, wat doet hij? Ja! Jeff Haaland voor zijn tiende in deze campagne. Toch wel fantastisch doelpunt. Arno, kort terug tot bij Cyril. Gaat direct breed, zeer goed. Bal breed gespeeld door Cyril. Cyril. Probeert daar Siebe te bereiken. Siebe kan de actie opzetten. Direct onder druk gezet. Door Vring. En Jeff Haaland haalt hem verschroeid uit. Cyril Mertens. Neemt zijn aanloop. Oog in oog met Ander Hazard. Hazard op een top geconcentreerd. Cyril neemt zijn aanloop. Haalt verschroeiend uit. Sen hoekje ten opzichte van Siebe. Siebe kansloos. Lander Ibrahimovic. Oog met Mats Courtois. Neemt zijn aanloop. Thomas van Gaal met nog een paar aanwijzingen. Nogmaals de aanloop. Mats in opperste concentratie. Duurt eventjes. De aanloop. Het schot. Ja, wat een redding van Mats Courtois zeg. Lander neemt zijn aanloop.
oog in oog met andere landen. Zijn schot. Ja, mooi in het hoekje.